Feyenoord zoekt een spits de komende twee duels. Jean Dirk is de juiste vervanger voor Pelle Armenteros? Ja, of tevreden deed het beter tegen Hoek, want Armenteros heeft nog geen moment kunnen imponeren in het shirt van Feyenoord. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond. Als altijd op de vrijdag en de zondag te zien op TV Rijnmond. En dan bespreken we het voetbal bij ons in het gebied. Bespreken we Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dat doen we als altijd met Jan-Dirk Stout. Die zag hem aan het begin van deze uitzending. Onze eigen analist hier bij Rijnmond. En naast hem aangeschoven ook vaste gast op de vrijdag in FC Rijnmond. Sjoerd Mossoe, AD-columnist. Welkom weer. Dank je. Aan het begin van het seizoen, toen hebben wij hier nog een aardige discussie gehad over wat er in het AD stond. Weet ik nog, want toen hadden jullie grote kopcrisis staan bij Feyenoord. Dat is kleine kopcrisis. De kop was wel redelijk... crisis in. Ja, er stond crisis in. En toen was Ronald Koeman een beetje gebeten op de persconferentie. Hij zei, als we de komende 33 wedstrijden winnen, dan hebben we 99 punten. Dan praat niemand meer over. Nee. Nou, we weten inmiddels dat dat niet gelukt is of zal lukken. Is dit toch een klein beetje een aanwijzing dat jullie goed zaten aan het begin van het seizoen, dat er wat mis zat? Nee, dat zou een beetje flauw zijn. Kijk, je mag nu je gelijk halen, hè? Ja, nee, maar dat is iets te makkelijk. Oh. Het is wel het goede nieuws is dat het overal een beetje crisis is, hè? Ja. PSV en Ajax. En dat voorkomt juist weer de crisis, zou precies, je kunnen zeggen. Precies, dus niemand een crisis en iedereen een crisis. Dat is het. Maar de tekenen waren toen toch een beetje zichtbaar dat er iets ging gebeuren. Nou, je kon toen aanzien komen dat het begin in ieder geval ongelooflijk moeizaam zou zijn. En ze verloren de eerste drie ook, hè? Kort daarna. Of de eerste drie verloren ze. En dan mag je wel, als je de eerste drie wedstrijden verliest, mag je het wel een heel klein crisisje noemen. Alleen inmiddels, alles staat gelijk, hè, met elkaar. Dus ze kunnen nog steeds kampioen worden. Ja, dus het is nu geen crisis. Hoe noemen we het nu? Ja, ik probeer even de definitie te... Laten we het een dipje noemen. Een dipje, oké. Okay. Het dipje was het zeker niet bij Excelsior gisteravond. Jan Dirk gewonnen van Go Ahead Eagles. Door in de beker, dat was een stuntje. Is dat een bewijs van de goede weg die de Kralingers zijn ingegaan? Nou, zeker weten. Staan er ook in de competitie redelijk bij. Maar op 6 punten van de ploegen die echt bovenin staan. Een klein verschil tussen Excelsior en Sparta. En het was ook terecht gisteravond. Althans, ze waren minimaal gelijkwaardig aan Go Ahead. Niet heel veel kansen. Beetje een saaie wedstrijd. Mensen op Boudewijn waren opgelucht dat er vlak voor tijd gescoord werd. Dat er geen verlenging kwam. Kalisse oogde ook aanzienlijk fitter dan hij de laatste maanden was. Enige minpunt bij Excelsior blijft Lars Veldwijk. Dat is wel opvallend. Hè? Bij Dordt deed hij het echt fantastisch in de vorige competitie. Maar bij Excelsior komt hij maar niet uit de verf. We gaan over al die zaken verder praten zometeen met deze twee mannen. Eerst is het tijd voor de week die achter ons ligt. Khalid Karami, vind je het goed als we de week beginnen met Feyenoord? Ja, mij maakt er niks uit. Hey. Hey. Want Feyenoord krijgt volgende maand in de beker een revanche tegen Heracles. Zaak is dan vooral om het koppie erbij te houden. Nu zijn er bedweters die denken dat Pelle bewust de boel aan het saboteren is. Hij wil weg. We weten allemaal dat hij heel veel geld kon verdienen in een zandbak. Ik denk dat hij aanstuurt op een winterstopvertrek. Hey. Hey. Tegen Hoek mocht de B-garnituur van Feyenoord spelen. Naar verluid dacht Bakal direct aan een bitter garnituur, maar de B staat natuurlijk voor basis. En dat bracht voor de vaste reserves een aantal complicaties met zich mee. Want hoe werkt zo'n hesje nou ook alweer? Even kijken. Hier dan doorheen. En... Maar nog net voordat het donker werd, lukt het Manu dan toch om dat vermaledijde hesje aan te krijgen. Ja, ik was wat ongelukkig. Het was een beetje onwennig. Hey. Hey. En dat terwijl het al zo'n zware week was voor Manu. De aanvallen van Feyenoord oogsten veel kritiek op zijn dansje van vorige week. Een aantal nono's was nog wel positief. Je forceert geen enkele beweging. Dit is zo belangrijk in het dansen. Explosieve hiphopper ben je sowieso. Ja, toont veel potentie. All right, well enough talk. Hey. Hey. Wat zijn die complimenten eigenlijk waard nadat je in de grond wordt geboord door Rotterdam stijlicoon en koning van de dansvloer, Jan-Dirk Stouten? Ik vind dit echt gênant. Ik denk, je gaat nog meedoen met een dansje, maar ik schrik hier een beetje van. Ja? Ze doen geen hele gekke dingen, maar als speler bij zo'n club moet je voorbeeldgedrag vertonen. Ja, ik geef niet op. Zeker niet. Dus ik ga door waar ik mee bezig ben. Maar als één iemand kritiek mag hebben, is het Jan-Dirk wel. Dat demonstreerde hij deze week nog met de lancering van zijn nieuwste hit. Pietje, 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 je bent een acrobaat. Pietje, 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 de vriend van ieder kind. Je bent toch wie je bent. Hey. Hey. Leroy Fair kende ook een zware week. Heel Engeland valt over hem heen nadat hij scoort terwijl hij de bal terug moet geven. De scheidsrechter keurt hem uiteindelijk af omdat er fout is ingegooid.
Maar terug naar belangrijkere zaken waar we waren. Ook Leroy Fair kan lekker dansen. En hij zingt er ook nog bij. Doe dit in Rotterdam, ben je met leerkamp? Yes, ik ben die bassie, samen met Klaasie. Ha? Yes, ik ben de ster. Mijn naam is Lera F, dus Leroy Fair, zo van. Jan Dirk, kom er maar in. Hey. Hey. Ja, weet je, ik vind het een mooie opvolger voor jou om nu te gaan rappen. Ik voel een generatiekloofje met die voetballers van ja? Nu. Zeg, ja, jij houdt het zeg maar gewoon bij de Sinterklaasetjes en met Sharon in de luchtballon en dat soort dingen, leuk, toch? Ja. Eventjes naar deze week en Pelle. De kopstoten zagen het in de week zitten. Sjoerd, kan Pelle nog als aanvoerder terugkeren is eigenlijk een beetje de vraag nu, hè, na wat er nu gebeurd is. Ja, dat is lastig. Ik vind op zich van wel. Maar Koeman heeft wel gewoon een risico genomen door hem aanvoerder te maken natuurlijk. Dat blijkt nu ook wel. Hij zat al slecht in zijn vel. Aan het begin van het seizoen was... vervelend naar medespelers toe. Liep ik er in de scheidsrechter aan. Je weet dat je met Pelle dat je risico neemt als je hem aanvoerder maakt. En dat maakt het vooral voor Koeman ten opzichte van zijn elftal maakt dat het heel lastig. Hij heeft de hiërarchie helemaal omgegooid. Hij heeft hij in feite laten vallen. Hij legt alles bij Pelle neer en Pelle laat hem eigenlijk in de steek. Dus dat is heel erg lastig om die hiërarchie weer een beetje recht te krijgen. Dan kan je nu Klaasie wel aanvoerder maken. Hè, als zijn de eenoogig in het land der blinden. Maar dat is natuurlijk ook geen ideale oplossing. En het begint echt een probleem te worden. Ja, voelt het ook zo als een oplossing in het land der blinden? Nou ja, kijk, Klaasie is natuurlijk international. Maar daarmee is eigenlijk alles gezegd. Hè? Klaasie heeft best respect in die groep op basis van zijn spel. Maar is absoluut geen leiderstype. Hè? Gelukkig, niet, hè? Weet je, zei hij dat zelf ook vandaag tegen me. Kijk even op onze website. Rijnmond.nl staat een lang gesprek met hem. Hij weet donders goed van zichzelf dat hij niet de man is die in de kleedkamer het woord neemt en even zegt hoe ze moeten gaan staan in de tweede helft. Daar is hij de type niet naar. Maar goed, Koeman heeft inderdaad dat probleem zelf gecreëerd. Ja. En ja, als je Matthijssen meetelt woensdag tegen Hoek, zit de vierde aanvoerder al deze competitie in de Kuip. En dat is geen... teken van stabiliteit, zullen we maar zeggen. Nee, daar ging het vandaag in de Kuip ook over. Eens kijken wat Koeman zelf had te zeggen over die rol van Klaasie als aanvoerder nu. Maar die gaat er natuurlijk ook wel van uit dat straks die aanvoerdersband naar iemand anders weer gaat. Met Jordi Klaasie gesproken, die gaat er zelf vanuit dat hij 2 wedstrijden lang aanvoerder is. Dat Pelle daarna de band weer terugkrijgt. Is het ook jouw gedachtegang voor de komende weken? Nou, dat klopt, want dat heb ik tegen hem gezegd. Oké. Okay. En wat is daar bij jou belangrijk? Gaat er vanuit, dan... Lijkt me nog niet zo stellig dan. Nee, wat was jouw belangrijkste... Moet ik het nog een keer zeggen? Ja. Nou, misschien heb ik het niet begrepen. Wat is jouw belangrijkste afweging in die keuze geweest? Nou, dat Pelle mag niet spelen. En mijn tweede aanvoerder is dan Klaasie. Maar je hebt ook besloten om Pelle wel weer aanvoerder te laten zijn als hij terug is? Dat heb ik nog niet besloten. Dat niet? Okay. Nee. Nee, maar daar ging Klaasie... Daar heb ik ook aangegeven dat ik daar... nog geen beslissing in hoeft te nemen. En dat ik gewoon aankijk hoe dit zich ontwikkelt in de groep. Ja, dus ik maak hieruit op dat Klaasie 2 wedstrijden aanvoerder is. En dat er dan wordt bekeken wie dan de nieuwe aanvoerder wordt. Ja, Pelle keer terug als aanvoerder. Ja? Daar kun je van uitgaan, denk ik wel. Maar dat kan hij gewoon zeggen, toch? Ja, maar dat wil hij blijkbaar niet. Maar waarom zeg je dat dan niet? Ja, ik probeer eventjes... Ja, dat kan ik ook niet helemaal volgen. Ja, misschien wil hij Pelle nog een beetje prikkelen. Maar die is voor mij genoeg geprikkeld in de afgelopen dagen en weken. Ja. Maar jij zegt net, eigenlijk neemt Koeman een risico, heeft hij genomen door Pelle aanvoerder te maken. Ja. Maar van tevoren kon je toch niet zien aankomen dat dit soort maniertjes allemaal, dat hij zo... Nou, volgens mij kon je dat wel enigszins zien aankomen. Dat risico kon je in ieder geval incalculeren. Het is altijd een emotionele jongen geweest. Dat wisten ze bij AZ, wisten ze dat ook al. Daar heeft hij ook een paar rode kaarten gepakt. In het begin van het seizoen was al de discussie van, wat is er in zijn houding? Hè? Want hij... was ongelooflijk negatief richting ploeggenoten. Dat werd een beetje een themaatje. Hij miste die transfer naar de woestijn. Dan neem je een risico op dat je alle macht bij één speler legt. En bij zo'n type speler. Pelle is ook een individualist, is echt een spits. Als je die alle macht geeft, dan is dat in principe een risico. En als het dan misgaat, wordt het lastig repareren. Ja, want hoe ga je dit repareren, Jan Dirk? Hoe wordt zoiets gerepareerd? Want als inderdaad de balans en de hiërarchie in je elftal weg is... Ja, dan wordt het heel lastig. Maar dat heeft gevolgen. Maar goed, het enige wat Pelle zelf kan doen is straks weer gewoon goed gaan presteren. Hè? Kijk, dat is ook, het is allemaal een dun koord waarop Feyenoord balanceert. Hè? Want afgelopen zondag tegen Heracles krijgt hij binnen 20 seconden een dot van een kans. Als hij die bal breed legt, wint Feyenoord en is de toon in die wedstrijd compleet anders. Maar dat hij geïrriteerd was, heeft Sjoerd gelijk in. Dat was echt al vanaf het begin van deze competitie zichtbaar, ook in de voorbereiding.
eigenlijk al een beetje. En het enige wat Pelle kan doen is straks weer gewoon heel goed presteren. En zo weer aanzien en gezag winnen bij zijn ploeggenoten. Dat is echt het enige. Maar is het dan verkeerd ingeschat dat hij de grote man is binnen dit Feyenoord? Want iedereen zegt dat toch altijd aan het begin. Op basis van zijn spel is dat wel terecht, vind ik. Dat is hij natuurlijk wel. Nee, dat is geen discussie. En er is weinig alternatief. De discussie over de Vrij snapte ik op zichzelf ook wel. Ja. Niet even los van die sportschool. Je kon je ook afvragen of de Vrij een ideale aanvoerder was natuurlijk. Er zijn er gewoon heel weinig. Zeker omdat Matthijs ook is weggevallen. Is dat weer een optie minder. En dat maakt het lastig voor Koeman. Dit is ook niet een probleem dat alleen maar Feyenoord heeft. Hè? Nee, er zijn meer elftallen die een probleem hebben met de aanvoerder. Er zijn heel veel jonge elftallen. En zeker in de top. Ajax heb je hetzelfde. PSV heb je hetzelfde. En dan is het lastig om even een aanvoerder te benoemen. De hiërarchie zoals je die vroeger had, die zat een soort van natuurlijk in een elftal. En dat heb je niet meer. We hebben vorig jaar het ook gezien bij PSV met Van Bommel als aanvoerder. Dat misliep met de rest van de jonge ploeg. Dus ook een oudere aanvoerder. Zelfs dan kan het misgaan. Altijd, ja. Hey, en hoe kijken jullie aan dan tegen de woorden van Hugo Borst in de week? Dat hij uit is op een transferpel in de winterstop? Nou, wat ik wel opvallend vond, is dat vorige week hebben we het ook even over gehad. Dat Koeman zei vorige week, het is goed voor de ontwikkeling van spelers en voor de financiële huishouding bij Feyenoord. Ja. Als spelers vertrekken, dat je dan Martins Indy noemt en de Vrij, dat is logisch, hè. En misschien in de nabije toekomst wel een jongen als Boetius, maar dat hij ook Pelle noemde, vond ik best opmerkelijk. Ja. Want die is feitelijk pas aan zijn eerste contractjaar bezig in de Kuip als speler van de club, nu die is vastgelegd. Dat vond ik wel opmerkelijk. Dus conclusie? Ja, ik geloof niet dat je hem in de winterstop gaat verkopen, want dan neem je eigenlijk ook afstand van je sportieve ambities. Ik kan me wel voorstellen, dat zei Jan Evers ook op deze plek zondag, dat je uiteindelijk toe wilt naar een speltype waarin je minder afhankelijk bent van één speler. Maar dat ga je voor maar niet in de winterstop oplossen. Nee, denk jij dat? Wat denk jij daarover? Nou, ik denk dat het niet gek zou zijn als je na dit seizoen afscheid zou nemen van Pelle. Maar niet tussentijds? Nee, dat zou heel raar zijn. Kijk, je hebt ook het alternatief niet. Armenteros houdt ook niet over voorlopig. Nou ja, laten we eens kijken wat Koeman daarover te zeggen had vandaag op de persconferentie over Armenteros als vervanger van Pelle in de spits de komende wedstrijden. Hij kan ook heel goed vanuit de rechterkant spelen. We hebben tegen Coët heel erg goed gespeeld. Hij heeft vanuit de linkerkant een aantal goede voorzetten gegeven waar Pelle uitgescoord heeft. Want ik verplicht mijn buitenspelers niet aan de zijkant te spelen. En als spits was het ook niet makkelijk natuurlijk tegen Hoek, zeker in de eerste fase. Die was gewoon heel weinig ruimte, alles rondom de 16. Maar ja, en op trainingen zie je gewoon dat hij ook goed in de spits kan spelen, omdat hij heel balvast is. Ik denk dat hij alleen, maar dat zal ik niet de enige in zijn, want dat hebben meerdere trainers gezegd, dat hij soms te makkelijk is. Maar dat moet hij wel inzien zelf. Nou ja, want anders gaat het weer naar beneden. En ik denk dat hij alleen maar naar boven wil. En hij is hier gekomen vanuit de fase dat hij minder had gespeeld bij Anderlecht. Ja, en nu zie je ziet dingen dat het. Dus het is even een wekkertje voor hem. Ja, het wekkertje, Jan Dirk. Maar ik kan me herinneren dat we hier een paar weken geleden hetzelfde wekkertje hebben gehad, toch? Van Koeman voor Armenteros. Nou, ik heb Armenteros ook een paar weken geleden gesproken. En ook aangesproken op het feit dat bijna al zijn trainers het over hem zeggen. En dan zegt hij zelf, dat is een beetje mijn Cubaanse roots blijkbaar. Dat ik er iets gemakzuchtigs over me heb. Dat oogt zo, maar het is niet zo. Dat is zijn eigen stellige overtuiging. Nee, maar ondertussen is het natuurlijk een net niet voetballer. Ja. Ja. In de Kuip nog helemaal niet zelfs. Of helemaal niet, nee. Ja. Maar hij kan goed voetballen, dat zie je. Dat is ook het irritante eigenlijk eraan. Hij voetbalde bij Heracles fantastisch met Everton in die spitsen. Dat werkte daar met die drie spitsen die een beetje wisselden van positie op een ander niveau. Ja, was midden motor eredivisie. Precies. En dan is het leuk. Ja, en dan bij mag een kleine alles. Club waarbij ze blij zijn dat ze in de eredivisie spelen. Maar dan mag alles. Maar bij Anderlecht niet gered. Nee, en hier voegt hij ook nog weinig toe, vind ik. Ja, maar dit zijn dan de weken voor hem om het wekkertje af te laten gaan en te bewijzen dat kan. Bijvoorbeeld tegen Cambuur. Ja, misschien zit het er ook wel gewoon niet in. Dat kan toch? Ja. Misschien is het wel een jongen die gewoon net tekort komt voor dit niveau. Dat lijkt mij niet zo ondenkbaar als je bij Anderlecht. En bij Heerenveen ook niet geslaagd, hè? Nee, maar iedereen was daar van tevoren toch zo blij mee dat hij erbij kwam. En iedereen vond het heel logisch dat Armenteros werd gehaald door Feyenoord. Ja, maar met beperkte middelen kom je ook in die categorie spelers. Daar moet je realistisch in zijn. Dat weten ze bij Feyenoord. Als je transfervrije spelers haalt, als je spelers huurt, dan weet je dat het alle twijfelgevalletjes zijn. Bij Pelle pakte het geweldig uit. Armenteros niet. Dat zul je altijd houden, denk ik. Ja, dan moet je dus voor lief nemen het beleid wat ze nu hebben met transfervrije spelers halen, dat je daarmee en bijvoorbeeld ook huren. Daar zitten gewoon risico's aan. En daar is het makkelijk zeggen, ja, Verhoeken mislukt en noem maar op.
Maar dat zijn nu helemaal spelers, dat is een soort van 50-50. Nou, ga maar naar, als je gewoon maar de statistieken bekijkt, ik heb het daar eerder met Van Geel wel eens over gehad, als je 10 aankopen doet en er slagen er 4, dan ben je eigenlijk spekkoper. Maar als je in deze categorie spelers begeeft, is dat een groot risico. Maar leg mij nou eens uit waarom wij als Van Geel dit soort spelers haalt, dat we dat vergoelijken. En op het moment dat we het hebben over William Vloed bij Sparta, die 29 spelers haalt en er zijn er 25. Met de totaalprestatie van de club te maken, dat is toch logisch. Feyenoord is toch de afgelopen jaren tweede en derde worden boven verwachting. Ja, maar dit jaar presteert Feyenoord toch niks. Nee, dat is nu niet goed. Nee, maar dat zeker maar nu, en juist de spelers dan gehaald worden, dat gaan we dan, zeggen we, verzachtende omstandigheden, er is geen geld. Nee, maar wacht, kijk, je kunt die individuele spelers, kijk, Fouk op zichzelf, heb ik altijd een matige speler gevonden, begreep ik ook niet zo goed dat Feyenoord hem haalde. Nee. Dus je hebt altijd individuele gevallen waar je over kan discussieren. In de brede lijn klopt het wat Jan Dirk zegt, als je 10 spelers haalt en die haal je allemaal transfervrij, ja, dan heb je, als het mee zit, dan zijn er 3 heel goed. Er zitten 3 twijfelgevallen bij en 4 redden het helemaal niet. Nou, maar toen Beenhakker technisch directeur was, werd Injatovic werd belachelijk gemaakt dat hij die haalde. Ja. Schaken werd belachelijk gemaakt. Die was gemaakt. Ook wel heel slecht, hè, die Injatovic. Ja, nee, maar die van was de heel... Beukering hebben we nog van gehad. Van de Beukering, maar ja. Schaken is toch wel international geworden. Dat heeft Leo toch wel weer... Maar het is zo'n dun lijntje waar je dus ook op gaat, of het een succes is of niet. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Maar kijk maar naar Bakal. Die halen ze van PSV. Pakt geweldig uit. Ja. Is er nu ook helemaal niks gebleken. Maar, dat is allemaal wat te verklaren. Maar het is een teleurstelling. Maar de vraag is, waarom haal je ze dan? Vraag ik me dan ook wel eens af. Is dat dan om de breedte om 24 spelers te hebben op de training om een partijtje te kunnen spelen? Haal je daarvoor een duur betaalde prof? Nee, maar, uiteindelijk gaat het verschil wel gemaakt worden door de breedte van je selectie. Dat is wel het geval. De afgelopen jaren waren er in de Kuip betrekkelijk weinig spelers die iets toevoegden aan het elftal. Als Koeman moet wisselen. Dat is nu een beetje beter geworden bij een aantal spelers. Maar Goossens, Vormer is redelijk dicht, is een goede vervanger voor Klaasie. Maar er zijn nog weinig directe versterkingen. Singh vind ik veel pijnlijker. Daar hebben ze wel geld voor betaald. En dat is echt helemaal mislukt. Die wilden ze ook per se hebben. En dat was de Iniesta van Noorwegen. En dat is wel echt een miskoop, vind ik. Ik vind bij een transfervrije speler zit er een risico aan. Als je heel nadrukkelijk geld investeert in een speler... Je bent er met z'n allen van overtuigd en het mislukt, dan is het wel heel pijnlijk. Ja. En nou gaan mensen die immers niks vinden, nu ook gelijk zeggen dat immers de tweede miskoop is. Hè? Dat weet je. Dat je op Twitter dat nu gelijk geroepen wordt. Ja, nee, dat ga je krijgen. Nou goed, immers is een. Daar kunnen we een aparte uitzending aan wijden, toch? Ja, daar kunnen we heel lang over blijven praten. Ik wil even nog naar wat anders, Jan-Dirk. Want ineens was Matthijs ook weer terug even in het veld. Maar die is ook met een beetje stille trom uit de basis verdwenen. Ja, nou, niet met stille trom, dat is heel duidelijk. Koeman heeft wekenlang in het begin van deze competitie geschipperd. Hè? Dan weer met Matthijssen en De Vrij achterin en Martens in die linksback. Dan weer Martens in die centraal en Nelom linksback. Maar nu heeft Koeman de laatste week een heel duidelijke keuze gemaakt. En die keuze zorgt ervoor dat Matthijssen bankzitter is in de Kuip en niet meer dan dat. Maar je kon dit maanden geleden al aanzien komen. Dit werd maanden geleden ook al geschreven en gezegd. Ja, maar niet gezegd door Koeman, want die zei steeds... Nee, want daar mocht je niks van zeggen van Feyenoord. Want dan stonden ze op hun achterste benen en dat was allemaal een schande. Dat kon allemaal niet. Het was gewoon heel realistisch, kon je dat toen al aanzien komen. Dat dit een probleem zou worden. Ja, want je wist dat eigenlijk de jeugd op een gegeven moment Matthijssen voorbij. Je had 2 goede centrale verdedigers. Nou, dan hopen ze dat Matthijssen die verkocht wordt. Op het moment dat hij blijft, dan zie je dat het gaat wringen. En dan zie je dat de verschillen dus daar... Kijk, ze spelen in het Nederlands elftal. Dat de verschillen steeds kleiner worden en dat ze er uiteindelijk voorbij gaan. En dan wordt het een probleem. En dan heb je geen euro's op de bank van spelers, maar wel alleen van Matthijssen euro's op de bank zitten. Dat is dan een kostbaar en duur gevolg daarvan. Verliezen van Heracles, winnen van Hoek en dan nu naar Cambuur. Durven jullie nog ergens je geld op te zetten in deze competitie? Totaal niet. Nee, helemaal niet. Kijk, je hebt sowieso een bijzonder weekend. Het is Vitesse tegen Ajax, hè? Ja. PSV tegen PEC Zwolle. Ja, zeg het maar. Het is echt onvoorspelbaar. Zeg het maar. Het is wel zo. Als je nu zondag rijdt voor de radio naar Cambuur, je hebt echt geen idee of Feyenoord daar gaat winnen. Wij gaan hier ook zitten. Je weet het ook echt niet. We gaan zeg het maar. Semi-serieus zitten als analisten. Dat slaat nergens meer. Eigenlijk is jullie hele rol uitgespeeld. We hebben 11 kampioenskandidaten. We moeten dit programma gewoon helemaal stoppen. 11 kampioenskandidaten. Ja. En elke week hebben we weer een andere kampioenskandidaat. Dat is het mooie, toch? Laten we even naar het voetbal van gisteravond gaan. Want toen werd er gevoetbald in de beker door Excelsior. Die wonnen van Go Ahead Eagles in de 89e minuut. Moussa Kalisse. En na afloop was Jondal Thomasson dan natuurlijk ook bijzonder blij. Ja, dat is wel fijn dat we niet 120 minuten hoeven te spelen. We spelen natuurlijk ook zondag een wedstrijd tegen Jong Twente. Nee, maar ik was gewoon heel tevreden met de meneer die we in de zone speelden. We speelden natuurlijk zone, heb ik zelfs de paaslijn eruit halen. Vaak heel veel communicatie, dat hebben jongens uitstekend gedaan. Tegen je oude club ook nog eens, hoe bijzonder is dat dan als je wint? Ja, wat moet ik zeggen? Heel bijzonder.
betere gevoel bestaat er niet. Is dit tot nu toe het mooiste moment in je Excelsior-periode dan eindelijk? Ja, zeker, zeker. Gelukkig wel. Moussa Kalisse van de Diep gaat de tekst ook, hè? Zeker die Karami is een goede back trouwens. Ja. Is echt een absolute versterking op Woudestein. Nou ja, sowieso staan dat soort spelers erbij zijn gekomen ook alweer. Dat ploegje staat toch wel redelijk voor Jupiler League begrippen. Hutter is absoluut de beste aankoop van de laatste jaren misschien wel. Die is misschien wel te goed voor dit niveau. Alleen Veldwijk, wat ik net al zei, die valt erg tegen. Ja. Maar wat zegt dit over afgelopen seizoen, Jan-Dirk? Ja, jij ziet ze vaker. Ja, wat zegt dat over afgelopen seizoen, Jan-Dirk? Daar hebben we het al vaak over gehad op deze plek. Dat Flemmings misschien wel een fantastische assistenttrainer is. Maar absoluut geen hoofdtrainer. Die spelers werden gek van hem. Dat is echt gebleken. Ja. En Thomasson, ja, die is veel meer iemand van de harde lijn. De duidelijke lijn waar jonge jongens misschien wel behoefte aan hebben. Ja, hij is wel hard en duidelijk. Dat zie je wel. Want als er in de wedstrijd iets gebeurt wat hem niet zint, dan staat hij binnen twee tellen op langs de lijn op te schreeuwen naar de spelers hoe het anders moet. Dat is een speler die de lat voor zichzelf altijd heel hoog heeft gelegd. Dus dat zie je denk ik in zijn trainerschap wel terug. Ja. Maar daar is wel bijzonder dat hij op dit niveau eigenlijk begint. Hè? Hij zegt er zelf ook weer gisteravond, de afloop bij Veronica zag ik hem, dat hij blij is dat hij bij deze club de kans heeft gekregen om hoofdtrainer te worden. Ja, maar als iemand die nadenkt over zijn carrière, is als speler een winnaar gebleken en misschien als trainer ook wel. Ja. Goed, zij doen het goed in de competitie, laatste weken ook. Sparta doet het ook goed, dat is ook een beetje boven Jan, hè? 7-1. Ja, Cor Pot praat nog steeds niet met William Vloed, maar bij Sparta mogen we niks meer over zeggen. Dat gaat de goede kant op, toch, Sjoerd? Lekker is boven, hè? Ja. Ja, nou ja, ik vind het leuk om te zien. Ja, ik gun Sparta altijd het allerbeste en... ik hoop dat ze het eindelijk een keer redden. Ja. Het is wel knap dat Bogus, die heel veel kritiek kreeg, dat hij het in ieder geval een beetje overeind heeft gekregen. Ook wel verrassend, want jij kent hem nog uit zijn NAC-periode natuurlijk. Als trouw NAC-volger, dat het nou niet echt bekend stond als een hoogstaande... Ja, hij stond bekend als een intelligente kerel en een goede assistent. En de vraag was wanneer hij hoofdtrainer zou gaan worden. Bij NAC durfde hij het toen niet aan. Hè. Nee. Toen had hij... Zat hij in een situatie dat hij het blijkbaar niet wilde. Nou ja, nu dus wel. Het is geen natuurlijke hoofdtrainer in zekere zin. Want hij heeft niet het charisma en de uitstraling van de hoofdtrainer. Dat was ook een beetje de scepsis vooraf bij de Sparta-supporter. Ja. Maar goed, je moet hem op zijn werk beoordelen. En dat gaat nu redelijk de goede kant op. Ja, en heb jij het idee, Jan-Dirk, je bent ook afgelopen weekend weer gaan kijken bij Sparta... dat dit nu structureel is, dat ze dit langer volhouden dan één periode? Want ja, dat is vaak... Het is al een beetje structureel aan het worden. Alleen wat ik wel vind, ik was de week ervoor bij Dordt... en afgelopen zaterdag op het kasteel. Bij Dordt heb ik wel het gevoel dat er meer een systeem, meer een gedachte achter het voetbal zit. Daarom ben ik ook erg benieuwd naar volgende week zaterdag. Als op zaterdagmiddag 16:30 Sparta thuis tegen Dordrecht speelt. Ja, Van der Ham die heeft de boel echt goed voor elkaar. Bij Sparta begint het beter te lopen. Maar zag je toch ook tegen Den Bosch afgelopen zaterdag het eerste 30:30... dat het niet goed was. Het verschil... In niveau in wedstrijden kan nog wel eens groot zijn. Ja, en het verschil is dan dat er bij Dordrecht wat meer mouwen opstropen en naar voren is. Ja, maar wel meer een gedachte. Meer verzorgd vind ik het voetbal bij Dordrecht. Dat verklaart ook waarom ze staan waar ze staan, toch? Ja, dat kunnen we elke week zeggen. Dat is razend knap. Ja, en de vraag is alleen hoe lang dat dan blijft. Want ook daar zitten dezelfde hiaten als in de Eredivisie. De ene week gaat het in de Jupiler League met de ene ploeg weer slecht en met de andere ploeg weer beter. Dat is ook alweer een... tendens het hele voetbal dan de ploeg die constant is, ja, dat bleek afgelopen seizoenen met Ajax, die wordt uiteindelijk kampioen. Constant zijn is eigenlijk genoeg. Ja. En daarom is het ook zo pijnlijk, want Feyenoord heeft een elftal dat gewoon bij elkaar is gebleven. Als je dat nou van één team mag verwachten, eigenlijk in de top, dan is het Feyenoord. Ja. PSV heeft een nieuwe ploeg, Ajax is zijn beste spelers kwijtgeraakt. Twente een nieuwe ploeg, ja. Moet je daar nog wat van willen verwachten? Ja, er is eigenlijk heel weinig nodig om kampioen te worden, dus ja... Je zegt het bijna ieder seizoen. Hè? Van, ja. Als er een seizoen is om kampioen te worden, dan is het deze. Ja, dat gaan we nu weer krijgen. Ja, het is alleen dan wel zaak dat je kopje erbij houdt. Dat is dan het belangrijkste. Ja, dat lijkt me altijd. Ja. Ja, maar het is ook voetbal. Hè? Kijk, Feyenoord heeft, dat verbaast mij ook zo in die wedstrijd tegen Heracles. Voetbal is eigenlijk goed tegen Go-Red qua veldspel. Er was veel kritiek op en terecht, vond ik. En dan zakt het daarna ook weer helemaal in. En ja. Als je gewoon constant een niveau kan halen waarin je veldspel oké is, dan word je echt kampioen. Ja, daar kunnen wij volgende week het uitgebreid over gaan hebben. Want volgende week vrijdag op deze plek, waar nu Sjoerd zit dan Ronald Koeman. Ja. Winst of verlies tegen Cambuur, dat maakt niet uit, hij zal komen. Dus daar kunnen we het uitgebreid hier natuurlijk over hebben. Want, nee, kunnen we over dit soort zaken. We moeten een week lang in retraite gaan. De status van Matthijs, het aanvoerderschap, Pelle. Kijk, de hunkering naar de Coolsingel in deze regio. Ik denk dat het volgende week een mooie uitzending wordt. Sjoerd, ik dank jou wel voor je uitzending voor vandaag, dat je hier was. Jij ook, Jan-Dirk, dank je wel. Komende zondag zitten hier Adrie van Tichelen, Peter Houtman en op de plek van Jan-Dirk Dennis van Eersel als debutant, want ook wij ontwikkelen door. En dan zit volgende week vrijdag op deze plek Ronald Koeman. Ik wens je veel plezier met het voetbalweekend dat voor je ligt en graag tot dan.